Ik denk dat we echt fout zitten, man. Ja? Het is echt fout, ja. Het werkt, het werkt, het werkt. We kunnen naar binnen. Hallo bewoners van de GameStop. Tof dat jullie kijken. Dit is een gloednieuwe video. In deze video gaan we proberen in te breken bij politie Atlanta. En we gaan kijken of dat mogelijk is en of dat kan. Denk je dat gaat lukken, jongens? Tuurlijk kan dat, Steven. Wij kunnen alles. En ik ben hier natuurlijk uiteraard samen met Gino en samen met Dylan. Dus hoi. Wat we mee gaan nemen vandaag is een wapenstok. Laat zien, jullie hebben ook een wapenstok, hè? Ja, yeah. Daar sloeg je me net al mee. En we hebben allemaal een masker bij ons. Dus stel voor er gebeurt wat, dan zouden we dat masker kunnen gebruiken. Oké, we gaan dus nu richting politie Atlanta. En zorg niet dat je je wapen in je hand houdt, want dan, dan hebben we een probleem. Dan word je gelijk aangehouden. En we gaan kijken of we daar naar binnen kunnen sneaken en of we kunnen inbreken, oké? Ja. Oké, mooi. Let's go. We zijn nu bijna bij het politiebureau. Het is hier zo aan het eind van de straat en dan links volgens mij, hè jongens? Ja, zeker. Ja. Oké, we zijn er bijna. Let goed op dat je niet je wapen in je hand houdt. En goed om je heen kijken. Kijken of we een ingang kunnen vinden. Of een manier hoe we naar binnen kunnen bij het politiebureau, oké? Okay? Maar waarom hebben we eigenlijk een wapenstok meegenomen? Ja, je weet nog wat er gaat gebeuren. Misschien dat we daarmee de agenten kunnen wegslaan of zo. Volgens mij hebben we sowieso altijd bij ons. Ja, dat is waar. Het is wel een beetje druk. En er zit hier een agent achter de balie. Die Zoefje zit hier. Oké, echt niet je wapen laten zien. Nee, nee. Dylan, doe je masker uit je hand, gek. Hier is iets anders, denk ik. Hier is deze... Oh, hier is een agent. Hier is een agent. Echt? Lol, die agent heeft een sleutel. Is dat nieuw in Mytopia? Heeft zij een sleutel? Heb je dat ooit gezien? Oh ja, kijk. Kijk, kijk. Oh, lol. Oh, hij heeft een sleutel. Wacht, kom naar de zijgang. Of misschien hebben ze een balkon of zo. Ja. Even kijken, ze hebben daar wel een helikopter, maar daar is het volgens mij dicht. Hier heb je wel een zijingang, maar daar kunnen we niet doorheen. Ja, ze hebben verder niet zoveel eigenlijk hier zo, maar we kunnen niet naar, via de ingang of zo. Ze hebben ook geen balkonnen meer. Vroeger hadden ze zo'n balkon hier bovenop, maar dat is ook helemaal weg. We kunnen misschien bovenop kijken, maar hoe willen we bovenop komen? Ik zie er onder iemand, bovenop, nee dat gaat je niet lukken. Er zijn wel meerdere agenten volgens mij online. Deze deuren, nee die kan je ook niet openen. Volgens mij zijn er, drie hier is ook een agent inderdaad. Wacht, zullen we... Hey, als we nou die sleutel van die agent krijgen, hè? Staat net een sleutel. Ja, als die, die gaat hij geven, denk ik. Echt nooit afstaan aan ons, hè? Dat weet je. Nee, klopt. Maar je kan het proberen. Hoe gaan we anders ooit binnenkomen? Ja, hoe wil je dat proberen dan? Oké, misschien dat we kunnen doen... dat we haar meenemen en dat we haar ergens dan... Oh ja, ja. Onder druk zetten. Ja. Ze bivak op en dan ga ik haar slaan in die kelder inderdaad. En zeggen, geef die sleutel. We hebben ook alle drie een wapenstok, dan kunnen we daar een beetje mee dreigen. Dat kunnen we dan doen. Oh ja, beter gaan we dat doen. Ik heb er nou al zin in. Wat zeg je? Je hebt toch ook een gun? Een gun? Nee, ik heb geen gun. Oh. Helaas niet. Alleen een wapenstok. Er zijn niet meerdere met een sleutel. Misschien heeft die andere kindje ook wel een sleutel. Hier zo. Nee, ik zie die... Hier, waar zijn die andere agenten? Daar die buiten loopt er een en boven zit er een. Maar die heb ik niet met een sleutel gezien. Die Zoefje heeft sowieso een sleutel. Gaan we het aan haar vragen? Dus we gaan haar, die Zoefje, gaan we dan meenemen naar mijn huis. En dan in die cellen. En dat we dan daar proberen die sleutel van haar te krijgen. Moeten we haar meelokken daar naartoe dus? Ja, maar als dit fout gaat, hè, Stefan? Ja, dat is wel we zo. We moeten niet herkend worden of zo. Ik heb bivak, dus... Ja, dus we moeten die maskers opzetten. Ja? Ja, ja. Oké. Okay. Helpt dat? Ja, ik denk het wel. Want dan herkent ze ons niet. Ja, oké, laat haar meelokken. Oké, ik ga zeggen dat iemand vast zit. Wacht. Zoefje, er zit iemand vast in mijn huis. Kan je even helpen? Ik denk dat ze mee gaat lopen. Want dan gaat zij zeg maar die personen zogenaamd uithalen. En dan zegt dat hij beneden in mijn cellen zit en er zit er niemand. Oké, ze komt, komt. Oh, lol. Kijk of ze dat echt een sleutel heeft. Zo. Is dat nieuw dat ze allemaal sleutels hebben? Ik weet niet. Kijk, zij heeft de sleutel. Oké, volg, ga ik zeggen. Oké, we gaan dus nu naar mijn villa toe en dan gaan we daar zo kijken of het gaat lukken. Ik hoop dat het gaat lukken. Misschien gaat ze dat huis niet eens binnen. Jawel, als er iemand beneden vast zit. Oké, beter gaat het lukken trouwens, hé. Ik hoop echt dat dit gaat lukken. Maar als dit fout gaat... Als je een hamburger slaat, dan bij de... Ja, dat is wel zo. Dus we moeten wel goed opletten. Misschien kunnen we een mooi verhaal zetten of zo, waardoor ze ons niet gaat aanhouden of zo. Ja, we moeten haar afleiden of zo. Ik weet niet zo goed hoe precies, maar we moeten haar afleiden. Ja, we kijken wel even. Eerst even kijken. Ja, zeg dat iemand gewoon in die kelder zit en dan kijken we gewoon. Helemaal naar de kelder? Ja, helemaal in de cellen moeten we. Ja, dan heb je plot, Ed. Oh, ze gaat er gewoon mee. Oké, kom. Oké, naar die kelder. Het is beneden. Ja, goed, ze zit beneden. Oké, kom. Hierheen. Ik doe wel dat luikje dicht dan. Wacht, ik ga daar beneden... Nee, ik weet niet. Moet ik daar alvast gaan staan met mijn bivak? Nou, niet dat luikje dichtmaken, niet doen, want dan is het een beetje opvallend. Nee, oké. Moet ik mijn bivak alvast op? Ja, doe op, Gina, doe op. Dylan, loop naar beneden. Hier. Sta in de cel. Doe je masker op. Hierachter. Dylan, doe daar je masker op. Ik heb mijn bivak alvast op.
Ja. Oké, okay. Gaan we dit doen, jongens? Weten we dit zeker? Ja. Oké, okay, ik laat haar hier naar beneden. Oké, okay, we gaan... Oh, doe dat klepje zo meteen. Ja, ik ga hem dicht doen. Daar. Oké. Oké, ze staat hier zo. Gaat ze naar beneden? Oké, okay, ze gaat naar beneden. Nee, ze komt nu. Ik zet ga nu mijn masker op. Ga mee. Oké. Okay. Doe dat ding dicht. Oké. Pak je wapenstok. Oké. Okay. Zoefje. Wij willen jouw sleutel. Oké, okay, kom op, jongens. We moeten die sleutel krijgen van die agent. Dan kunnen we naar... Sla. Mijn sleutel. Ja, je sleutel. Ja, je sleutel. We moeten haar sleutel zien te krijgen. Dan kunnen we daar naar binnen waarschijnlijk. Want die is van die deur waar ze net doorheen ging. Ze is wel bang of zo. Ja, maar ja, vind je het logisch? Staan er met z'n drie met een bivakmuts op. Kom op, waar voor je de sleutel? Zo, Gino, zeg jij maar. Zeg, het doet er niet toe. Kom maar op. Nu. De sleutel van het politiebureau. Ze moet die sleutel geven. Als ze zometeen andere mensen haalt, hebben we een probleem, hè? Take. Als ze andere mensen halen. Als ze andere agenten gaat roepen. Ze heeft geen telefoon, toch? Oh, nee, oké, okay, goed zo. Oeh. Inleveren. Snel. Ze moet snel. Oké, ik neem de sleutel mee. Oké, goed zo. Oké. Een mondje dicht. Nee, gaat er niet in vrij laten? Hallo? Doe haar in die cel of zo. Nee. Ja. Gooi haar hier in die cel, die cel 1. In die cel, nu. Ja, oké. Dylan, kom eruit. Oh god, Dylan, eruit. Oké. Oh, ze zit gewoon vast. Oh, Dick, kom nu naar boven. Geen herrie maken. We zijn later terug. Oké, we moeten dus haar later of zo eruit halen. Kom eruit. Snel weg hier. Oké. Doe je maskers af? Maskers af? Ja, maskers opbergen, ja. Oké, maskers af. Kijk, deze sleutel is het. Key A412. Oh, ik heb dit echt nog nooit gezien. Is dat van het plot van het politiebureau? Denk het wel, hè? Is dat de goeie? Ja, ze hadden net vast. Ja, misschien heeft ze een andere gegeven. Item Downtown. Is het de goeie? Is dat het voor alle politiebureaus? Ja, het zou vast wel de goeie zijn. Gooi eens naar Dylan. Dylan, kijk er. Is dat de goeie, denk je? Oh, ik heb dat echt nog nooit gezien. Ja, gaaf. Ja? We moeten die wel teruggeven en zo. Oké. Ja, we moeten hem sowieso laten teruggeven. Laten we eerst even kijken wat we ermee kunnen. En waarschijnlijk kunnen we dus het bureau hiermee in, want zij deed net ook gewoon de deuren open. Ja, inderdaad. We moeten eens even kijken wat we gaan doen. Oké. Of nee, laten we gewoon naar politie even kijken gaan, of het werkt ook. Ik hoop dat het een goede sleutel is. Denk het wel, dat dit goede moeten plot is. Moeten we oppassen. Ja, inderdaad. Er zijn natuurlijk meer agenten. Dus die agenten zien ons natuurlijk zo weer terugkomen en denken van, waar is die andere agent gebleven? Dus nu wel een beetje oppassen. Oké, beetje tempo maken, jongens. Want als die agent zo meteen herrie gaat maken of zo, of een andere agent gaat hem zoeken. Nee, ik denk niet dat ze veel kan doen. Anders had ze al lang wel wat gedaan. Versterking gehaald of zo. Dus volgens mij heeft ze geen telefoon of zo bij zich. Heeft ze ergens laten liggen. Ja, het was al 1 tegen 3 natuurlijk. Dus we hebben wel geluk gehad. Ik ben zo benieuwd, hè, Stefan, wat we met deze sleutel kunnen. Ja. Kunnen we hier misschien in? Of gaan we dit niet voorproberen? Nee. Ook niet binnen. Dat valt echt te veel op. Er zijn niet allemaal mensen binnen. Stefan, kom, laten we deze deur proberen. Oké, laten we eerst deze deur proberen. Gewoon open en dicht. Maar niemand mag het zien, hè? Deze guy staat hier. Er staat iemand te kijken. Ja, daarom wachten we even. Hij moet even weg. Hier binnen zit ook iemand, hè? Ik weet niet of hij niet weet, hè? We moeten zorgen dat niemand ons ziet dan. Ja, binnen staat ook een agent. Oh, kijk, hij loopt weg. Okay, is er niemand? Moet ik het proberen? Nee, ja, probeer het. Snel open en dicht. Nee, het werkt niet. Oh, lol. Het werkt niet. Wat? A412. Is dit wel het goede plot? Ja, toch? Heeft ze de verkeerde sleutel gegeven? Ik heb Oh, heeft ze twee sleutels. Probeer deze. Hier zo, moet ik dit proberen binnen? Nee. Het werkt niet. Huh, heeft ze de verkeerde sleutel dan gegeven? Nee, wat? Wat? Serieus? Ik denk dat ze misschien wel. Want er staat ook Downtown op. Misschien is het alleen van Downtown of zo. Downtown? Misschien heeft ze wel een andere gegeven dan dat we. Nee, dat het we moet toch? Dachten. Hè? Ze kan niet de sleutel hebben van Downtown, ze is politie Atlanta. Er zat net een zijdeur hier, probeer die, kom. Kom naar die zijdeur hier ergens. Er zat hier ergens een zijdeur, hier aan de zijkant, toch? Ik denk dat we gewoon de verkeerde sleutel hebben gekregen, gast. Dan moeten we terug. Dylan, waar ben jij? We terug gaan zitten. Dit is de laatste deur die we kunnen proberen. Als deze niet werkt, dan moeten we terug naar die agent. Verkeerde sleutel. Ik denk dat we echt fout zitten, man. Ja? Dit is echt fout, ja. Het werkt, we kunnen naar binnen. Oké, wacht, doe hem dicht. Oké, wacht. Jongens? Dude. Dit kan niet, gast. Ja. Serieus? We hebben de sleutel, de goede sleutel dus. Maar hij is alleen van de zijdeur. Wij kunnen alleen bij de zijdeur gebruiken. Hoe kan dat? Dat hij voor en alles niet werkt, alleen de zijdeur. Wat? Ik weet het niet, maar bij ons werkt alleen bij de zijdeur. Wow. Ik stel voor dat we dit in de volgende video gaan proberen. Dat we dan naar binnen gaan bij Politie Atlanta. Mee eens, jongens? Ja,
Mensen, dan zeg ik bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je dit nou een leuke video? Laat dan even een like achter. Als je misschien meer weet waarom het niet bij die deuren werkt, laat even weten in de reacties. Help ons hierbij. En dan zeg ik abonneer op een GameStat. Abonneer ook op ons kanaal Potgrond. Link staat in de beschrijving. En zeg ik tot de volgende video. Doei! Doei!